de bruisende binnenstad voor ons erg belangrijk. Hè? Bruisend, dat mensen zich daar een leuke tijd hebben als ze in de binnenstad rondwandelen of te winkelen. Of wat, of een terrasje te pakken, of wat uitgaan, wat cultuur opsnuiven. Dat is voor ons erg belangrijk. Centraal onze ambitie, onze plannen staat stadsvormen. Dan denken we aan een groot atrium. Denk aan het Haagse stadhuis met het atrium. Een atrium van alles kan gebeuren. Denk maar even aan tentoonstellingen of aan een film optreden of aan festiviteiten, evenementen, terrasje pakken. En dat is, ja, dat is eigenlijk een ambitie die we al 10, 12 jaar hebben. De culturele as, zoals we dat zelf noemen, om de verbinding te scheppen tussen het stadshart en het dorpscentrum. Wij hebben een wethouder die zich sterk maakt voor het stadsvorm, voor de culturele as. Er is ook een budget beschikbaar. We willen het graag doen met de Zoetermeerders tezamen. Het is ook een plan voor en door Zoetermeerders, niet voor onszelf. We doen het voor de Zoetermeerders. We willen graag met contact aangaan met de mensen om te kijken hoe ver we ermee kunnen komen. Wat zijn hun ambities en hun wensen eigenlijk zijn.